hoe kom je nou achter welke keywords mensen gebruiken om op jouw site te komen? Of als ze nog niet op je site komen, hoe kun je daarop gaan optimaliseren als je weet waar mensen op zoeken? Nou, daar kun je keywordonderzoek voor doen. En er zijn verschillende tools waarmee je dat kunt doen. Je zou de tool van Google zelf kunnen gebruiken bijvoorbeeld. Daar moet je wel een account voor hebben, dus kijk even of je dat lukt. Maar je zou ook bijvoorbeeld keywordtool.io kunnen gebruiken. Die laat je niet alle cijfers zien, maar die geeft je wel een indicatie van waar mensen op zoeken. Daar heb ik nog een aantal tips bij. Gebruik de longtail keywords, dus eigenlijk combinaties van verschillende keywords, omdat je dan meer kans hebt en minder concurrentie. Kijk ook naar je statistieken van je website. Waar word je momenteel al goed op gevonden? Welke pagina's doen het goed? Misschien kun je daar nog iets op uitbreiden en zorgen dat je meer autoriteit krijgt op dat gebied. Gebruik ook de locatie waar je gevestigd bent. Als je bijvoorbeeld meerdere winkels hebt of meerdere scholen, in het geval van Saxion. Kijk ook wat de concurrentie doet. En je hoeft ze niet per se na te doen, maar kijk wel of je ervan kunt leren. Of zij misschien slimme dingen doen die jij nog niet doet. Want dan kun je ze op dat gebied in ieder geval volgen. Zorg wel dat je realistisch blijft. Want ik heb wel eens een klant gehad die zei, ik wil nummer 1 staan op het woord hypotheek. En ja, dan zeg ik gewoon eerlijk, dat gaat je niet lukken. Ook niet als je een heel groot budget hebt. Keywordtool.io heb ik hier even een voorbeeldje van gegeven. Laten we nog even bij die HBO-opleiding blijven waar ik het net al even over had. Dan zie je hier in de keywordtool allerlei verschillende varianten. Wat zijn nou gerelateerde keywordcombinaties waar mensen op zoeken? En zoals je ziet heeft de betaalde versie wel de cijfers die erbij horen. Deze versie niet, maar het geeft je wel echt een beetje inzicht in dingen waar je misschien zelf nog niet aan gedacht had. Die kun je hier makkelijk uithalen. Je kunt ook in de Google Keyword Tool kijken en daar krijg je wel wat cijfers. Daar krijg je ook een concurrentieanalyse, dus hoeveel concurrentie is er op zo'n keyword. Dat helpt je vast verder bij het vinden van de juiste keywords, want het draait allemaal om keuzes maken. Wat ook een belangrijke keuze is, is of mensen bijvoorbeeld HBO-studie of HBO-opleiding gebruiken. Nou, hier heb je het antwoord. Google Trends geeft je daar heel mooi inzicht in. Daar kun je ook mooie dingen vergelijken met elkaar. Als je niet zeker weet of je voor het ene of het andere moet gaan, gooi ze daarin en je ziet meteen het verschil in zoekvolume. Wel even een disclaimer daarbij. Meer zoekvolume betekent niet altijd dat dat ook het keyword is waar je voor moet gaan. Want je moet wel realistisch zijn. Kun je daar überhaupt wel op gaan scoren? Als het antwoord ja is, vooral doen. Als het antwoord nee is, ga dan lekker voor die longtail keywords. Dan heb je meer kans dat je hoger komt in de Google ranking. De ideale situatie is iets als dit. Dan ga je namelijk voor elke pagina van je website ga je een keywordcombinatie aanwijzen waarmee je wil scoren op die bepaalde pagina. En zo kun je per pagina kun je de tekst gaan optimaliseren, zodat die uiteindelijk door mensen ook echt gevonden wordt vanuit Google.